Het meest simpele is dat je je eerst totaal identificeert met die body-mind. Dus met wat je denkt, wat je voelt, je fysieke sensaties. Dat je denkt dat je dat bent. En als die shift of die transitie, zoals je het noemt, er is, dan sta je eigenlijk ineens op het toneel. Dus diegene die je dacht te zijn, is daar ginds. Je zit daar niet meer in. En dat heeft een aantal grote voordelen, want dan kun je bijvoorbeeld op gaan houden met jezelf te conformeren aan een maatschappelijk of spiritueel ideaal. Van ik moet zus of zo zijn. Dus een van de grootste bevrijdingen erin vond ik dat de zelfverbeteringsneiging eruit viel. Waardoor die Hans-character, die dan dus een character geworden is, een deel van wat je waarneemt eigenlijk, die kan gewoon zijn wat die is. Met de plussen en minnen die daarbij horen. Wat iets heel anders is dan proberen een goed mens of een spiritueel mens of ja, wat voor idee dan ook proberen te bereiken. Dus het willen bereiken valt eruit en daarmee een enorme bak stress. Dus dus zelfs voor dat organisme waarvan je ontdekt van ik zit daar niet in, ik ben dat helemaal niet. Ik ben daar niet toe beperkt. Zelfs voor dat organisme is het heel prettig. Er komt een heleboel energie vrij. Ja, zeker. En er valt een heleboel weg, want misschien is dat nog wel belangrijker. Dus de meeste gedachten die we hebben, die gaan over die zogenaamde ik. Als er maar niet dit gebeurt, wat zullen ze van me denken? Als dit gesprek maar goed gaat, als er maar niet dat gebeurt. Dus ik de hele tijd. Nou, daar valt gewoon in één klap niet alles, maar 90% van weg. Het is veel meer gewoon een kijken wat er nu weer gebeuren wil. In plaats van het moet zus of zo. En dat is wel lekker. En in die, als we het hebben over die transitie van persoon naar bewustzijn, dan lijkt het alsof, en dat is iets wat mij als kind ook al opviel, waarbij ik zelf het gevoel had, er klopt iets niet. Dan lijkt het alsof eigenlijk de hele wereld of een groot gedeelte van de wereld zich gedraagt als persoon. En geïdentificeerd is als persoon. En blijkbaar daar zo sterk in gelooft dat ze ook denken dat dat is zoals Ja. bewustzijn is, hè? Ja, voor zover ze überhaupt al over bewustzijn denken. Ik heb niet het vermoeden dat daar heel veel over gedacht wordt. En vaak dan in termen van zelfbewustzijn. En dat is nog iets anders dan bewustzijn, ja, met een hoofdletter, zeg maar. Plus nog de verwarring van heel veel mensen die zeggen dan, ik ben mij bewust van. Maar dan bedoelen ze waar de aandacht heen gaat. Dus dan zit er een verwarring op de term bewustzijn en aandacht. Je zou kunnen, je kunt zeggen dat op het moment dat iemand gelooft dat hij een persoon is, en wat je zei, 90% of misschien voor sommige mensen wel 99% van al het denken gaat steeds rondom die persoon. Yes. Is dat mensen bewustzijn dan ook alleen kennen als het Ja, persoonlijke bewustzijn? mijn bewustzijn. En zo praten ze er dan over. En het valt niet op dat dat dus strikt genomen niet persoonlijk is. En dat kan heel eng voelen, dat snap ik wel. Als je alles persoonlijk neemt en er is een spontane ervaring van het niet persoonlijke. Sommigen worden daar heel blij van, de meesten schrikken zich het Lazarus. Want ineens, hè, wat je in het begin al, hè, het woordje denken en geloven, wat je allemaal geloofde valt uit elkaar. Het blijkt op het toneel een verzinsel, een structuur, een construct te zijn. En je hield het voor de waarheid. Het leven is zo, je moet zo zijn, een vader hoort zo te zijn, een dochter hoort zo te zijn. Really? Vanuit welk standpunt? En wat ik zelf denk te zien is dat als mensen een ervaring hebben, ik noem het even expres een ervaring van niet zelf, maar lack of a better word. Ja. Ze gaan helemaal op in die prachtige zonsondergang of ze horen een stuk muziek wat ze zo ontroert dat ze in totale stilte terechtkomen. Iedereen heeft Ja, tussen oh ja, aanhalingstekens zeker. dat soort ervaringen.
Maar daarna komt er een beweging in het bewustzijn die zegt, dat was zo'n mooie ervaring. Ik had zo'n mooie ervaring. Dat is de mooiste ervaring die ik in mijn leven ooit gehad heb. Yes. En dan wordt het geclaimd. En wordt het geclaimd. Yes. En dan is er opeens een ervaring. Mm-hmm. En wat ik zelf zo fantastische ontdekking vind, is dat als je de vraag stelt, wat is nou eigenlijk een ervaring? Wat is nou een ervaring? Mm-hmm. Als je daar, het is ook een soort inquiry, als je daarop ingaat en je kijkt ernaar, dan zeg je eigenlijk een ervaring is altijd een herinnering. Mm. Zie je, voel je dat ook zo? Hoe zie je dat als iemand zegt, ik had zo'n mooie ervaring? Of, nou ja, kijk, het kernpunt voor mij is meer van een ervaring is iets wat je beschrijven kunt. Dus dan vallen daar twee dingen in op. Het is iets wat is waargenomen. Ja. En iets wat een begin, midden en eind heeft. Dus het is tijdelijk. Ja. Maar dat wat het waarneemt, niet. Nee. Dus een ervaring is altijd de grens. Hoe tof het ook is, of hoe vreselijk. Want een mens kan ook een paniekaanval hebben. Dat is wat minder gezellig. Ja. Maar ook die is over there. Je kunt het beschrijven. En het bestaat altijd uit beelden en uit lading. En meestal een verhaaltje. Dus het is een constructie van een aantal onderdelen. En al die onderdelen, die kun je afzonderlijk van elkaar zien. En als je mensen gaat vragen, ben jij een van die onderdelen? Zeggen ze allemaal nee. Van, ben jij die emotie? Nee. Ben jij dat beeld? Nee. Ben jij die zonsondergang? Nee. Ben je die gedachte erover? Nee. Waarom zeg je dan, ik voel mij zo? Weet je wel, en op zo'n moment kan het even zijn dat er zoiets is van, oeh, ja, alles wat ik voel en denk en zie is daar. Ik ga er al vooraf. Ik weet niet wat ik ben. Maar ik ben in ieder geval niet een samengesteld iets wat bestaat uit fysieke sensaties, gevoelens, beelden, gedachten. Want het zijn allemaal waarnemingen. Maar wat mensen dan zeggen, tenminste, dat ik heb of ik had een ervaring. Dus dan zeggen ze, terugdenkend aan iets, hè, aan die zonsondergang of die prachtige muziek. Gaan ze terugdenken, denken dus. En dan zeggen ze, oh, ik had een ervaring. Nou, als ze goed opletten, zit daar een kans voor bevrijding in. Dat is dus iets wat je had en niet wat je bent. Ja. Dus snap ik nooit zo goed waarom mensen, ik snap het in uiterlijke zin, maar hier, ik maak me niet zo druk om ervaringen. Nee. Want ja, die zijn er de hele tijd. En mensen gaan dus ook vanuit een vergelijkingsmodus zeggen dat opgaan in die muziekstuk of die zonsondergang of whatever, is een hogere ervaring dan iets anders. Het idee dat je nu een gesprek voert is ook een bijzondere ervaring. Of dat je zogenaamde vingers bewegen. Wauw. Dat je überhaupt muziek kan horen. What about that? Het is allemaal heel bijzonder. Maar wij vinden het leuk om hiërarchieën te maken. Ja, een hogere ervaring. Ja, en een kop koffie drinken is net zo'n interessante ervaring. Ik heb nogal wat spirituele ervaringen gehad. Weet je wel, ja, die hebben hetzelfde verloop. Een begin, midden en eind. Ja. What's the fuss about? En dan tegelijkertijd lijkt er voor heel, heel erg veel mensen een zoektocht te zijn naar die betere ervaring. Ja, exact. Waarmee ze aan de ketting liggen. En die zoektocht is nooit naar wat er nu is. Voilà. Maar is naar een betere ervaring. Want ja. Gisteren, toen voelde ik mij even heel vredig en liefdevol. Dat wil ik terug. Ja, en nog erger, dat wil ik eigenlijk altijd. Oh, ja. Alsof er maar een ervaring of gevoel bestaat dat altijd is. Ja. Dat kan gewoon niet, per definitie niet. Alles is in flux. Ja. Constant. Alles verandert constant. Dus een permanent gevoel van vrede, dat is gewoon onmogelijk. En dan komen we eigenlijk wel op de spirituele droom. En zelfs niet alleen spirituele droom, want ook in heel veel religies wordt eigenlijk de hemel en andere zaken afgeschilderd van, nou, als je maar lang genoeg wacht en maar een heel vroom leven leidt, ja. Als je doodgaat of misschien als je heel lang mediteert, dan word je verlicht, maar eigenlijk hetzelfde verhaal, ja. Ooit in de toekomst, yes. Dan kom je er.
Als ik ooit in de toekomst helemaal nu ben, dan word ik gelukkig. Ja. Right. Well, good luck with that. Ja. Plus waar nog vaak in religies zo'n elementje bij zit, van dat dus eigenlijk dit leven wordt afgewezen. Want pas in het hiernamaals of de volgende incarnatie, of in, als je in Walhalla bent of op de eeuwige jachtvelden, daar is het pas goed. Dus er wordt gezegd dat dit leven niet goed is. Het is bijna fundamenteel een anti-levenhouding. Hmm. Ik ben niet degene die dat verzon, dat zijn Nietzsche al. Hmm. Weet je wel, maar daar is iets wat weinig opvalt. Seks is slecht, het lichaam is slecht, zelfzucht is slecht. Terwijl alles zelfzuchtig is, wat ik zie. Iedere boom wil leven, hij wil leven. Iedere vogel daar bij het vogelhuisje, die is constant in gevecht, zodat hij de meelwormpjes krijgt en niet die andere fucker. Weet je wel, dus er zit een heel negatieve houding in die zogenaamde verheffende religies. En in heel veel spiritualiteit ook. Er wordt er heel veel gebabbeld over compassie en liefde, maar gewoon een rauwe emotie ervaren, daar hebben we geen zin in. Die moet weg. Wat een hardvochtige beweging is. En dan babbelen ze over liefde en zichzelf zijn. Really. Die emotie hoort er ook bij, dat is een deel van je. Als je jezelf wil zijn, weet je wel, echt, dan ervaar je gewoon wat er nu te ervaren is. Maar is een zoektocht niet per definitie het niet accepteren of het afwijzen van wat er is? Ja, meestal wel. Maar daar zijn dus twee richtingen in mogelijk. Van ofwel je gaat dus in de valkuil trappen van een ideaal najagen, of je gaat uitzoeken wat het is. Ik had zoiets van, ik mis gewoon, je zei dat van tevoren ook, van iets over het hoofd zien of zoiets, zei je. Daar had ik dus ook heel sterk, ik snap gewoon iets niet. Dus zeg maar, mijn lijden is er niet omdat ik slecht ben of de wereld slecht is of zo, maar ik snap het gewoon niet. En dat is iets anders, gaan proberen te doorzien wat het is, dan een gefantaseerde of aangepraatte toestand nastreven. Van als je zus en zo leeft, dan word je gelukkig.nl. Ik geloof daar niet in. Het woord geloof. Het lijkt voor mensen veel makkelijker en ook heel aantrekkelijk om een bepaald geloof te omarmen. Sure. En te zeggen, dan ben ik er van af, dan hoef ik me niet meer zorgen te maken, want het geloof vertelt mij gewoon hoe het is. Ja. En lijkt het zijn dat er maar weinig mensen zijn die zeggen, wacht even, een geloof, je kunt A, B of C geloven, of nog 10.000 andere. Dan maakt het dus, ja, wat maakt het dan uit of ik A, B of C kies? Blijkbaar is een geloof niet, ja, hoe zou ik dat zeggen? Blijkbaar heeft een geloof niet te maken met hoe het werkelijk in elkaar zit. Nee, het is een bezwering. En het werkt. Het werkt, ja. Het werkt. Dus ik snap het heel goed. Als ik bang ben en ik heb geen zin om uit te zoeken hoe het zit, heb ik een bescherming nodig tegen hoe het is. En dan is het handigste dat ik iets geloof wat de meeste lui om mij heen geloven ongeveer. Want anders kom ik in een inrichting. Nou, als niemand zou geloven dat er daarboven een God zit en dat die Jezus over water liep en geboren uit een maagd. En die hele Bijbel staat vol met de meest bizarre dingen. Maar omdat er bijna 1 miljard mensen zijn die dat geloven, valt het niet op. Maar als er maar 3 waren, dan zaten ze in de inrichting. Dus het gaat niet over of dat waar is of niet. Mensen hebben blijkbaar een mythe nodig en dat kan een religieuze zijn, maar ook een politieke. Communisme is ook een religie, liberalisme is ook een religie, humanisme is ook een religie. Weet je wel, als je, dan geloof je daarin, want zo en zo is het, zo en zo moet het, enzovoort. Dan ben je beschermd. Not really, maar voor je gevoel. Dus ik snap het wel. Het geeft je de mogelijkheid om niet meer angstig te zijn. Ja, en om niet na te hoeven denken. Niet na te hoeven denken. En het geeft je ook een schijnzekerheid. Ja, en een community. Het geeft je verbondenheid. Yes. Je hoort ergens bij. Yes. Ja. So you feel safe. Heel begrijpelijk, als je bang bent. En als we nou kijken naar het verschijnsel persoon, want
denk dat je kunt zeggen dat een van de meest wijdverbreide geloven is: you are a person, ja, and the person is real. Ja. En mensen vinden het altijd heel raar als ik zeg dat er een geloof is. Dan zeggen ze, ja, maar hoe bedoel je? Dat is toch niet iets wat je gelooft? Jij bent toch, jij zit daar toch, jij heet toch zo en ik heet toch zus? Ja. Dus natuurlijk is er een zo en een zus. Hoe kan dat er nou niet zijn? Mm-hmm. En daar zit dus meteen de aanname in. Ik, een persoon. Yes. En ze kunnen zich niet voorstellen dat bewustzijn helemaal geen persoon nodig heeft. Ja, of zich via organismen uitdrukt, zo je wil. Maar dat dat niet afgescheiden is, wat we allemaal wel geloven. Een afgescheiden persoon of zelf met verantwoordelijkheid en een vrije wil en beslissingsbevoegdheid enzovoort. Dat zit ook in alle politieke of religieuze religies. De feit, je zou kunnen zeggen, de aanname van er is een persoon, is niet heel erg veel Engels. De aanname dat er een persoon is niet zo heel erg veel anders als de aanname er is Engeland, ja, en er is Nederland. Zeker. En als je echt een inquiry doet van is er dan wel zoiets als Nederland of Engeland, Brexit, mm-hmm, dingen, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het alleen maar een afspraak is. Yeah. En dat we geloven dat je werkelijk, ik ben in Nederland en nu ga ik naar Engeland en oh, ik ben in Engeland. Is niet anders. Het is ook een identiteit, zou je kunnen zeggen. Yes. Hoe zeg je dat? Een tekening in water. Ja. Ja. En voor praktisch gebruik hartstikke handig. Net als met personen. Ja, dit is handig. Ja. En dan weten we straks van in welke auto we moeten stappen en dat soort dingen. Daar is op zich op dat level, dus op praktisch level, niks mis mee. Alleen het is niet waar. Maar de meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in wat waar is, maar wat werkt. En dat is heel begrijpelijk. Voor je gewone dagelijkse leventje, zou ik maar zeggen, heb je geen waarheid of bewustzijn of Advaita-praat nodig. Je moet een beetje weten hoe het werkt en een beetje doorhebben hoe de anderen denken. Zodat je net genoeg opvalt om je uniek te voelen, maar niet te veel afwijkt om buiten de boot te vallen. En dat is al ingewikkeld genoeg voor de meesten. Ik noem dat dan schoolpleinniveau, maar de meesten die leven daar van waar sta ik in de pikorde en val ik niet te ver buiten de boot of word ik opgeslokt in een eenheidsworst. En, ja, dat is al een behoorlijke struggle. Dus dat mechanisme, waardoor we ons ontevreden voelen en steeds het gevoel hebben, ik moet ergens komen waar het beter is. Ik ga morgen iets heel leuks doen, of als ik gepensioneerd ben, ga ik iets heel leuks doen. Ja, precies. Het mechanisme blijkt door te gaan, ook als we alles hebben wat we dachten dat ons gelukkig maakt. Yes. En dan ontstaat er iets heel raars, want dan kan je zeggen, goed, die drive heeft weliswaar al die technologie gecreëerd en al die, hè, dat we hygiëne hebben. En ja, zeker. Er gaan toch minder kinderen dood dan vroeger. Dus in die zin kan je zeggen, is het prima wat het is. Mm-hmm. Maar blijkbaar, als je als mens dan op het punt komt dat je zegt, ik heb materieel gezien, lijk ik alles te hebben bereikt. Gaat er iets door, namelijk de zoektocht, mm-hmm, van, maar ik ben nu toch niet zo gelukkig als ik dacht dat ik had moeten zijn. Yes. En dat is natuurlijk een prachtig moment voor groei. Ik denk ook dat het zo idealiter zou moeten verlopen. Eerst moet je iemand worden, zou ik maar zeggen. En dan moet je zien dat je je eigen boontjes dopt. En de gebruikelijke standaard halen, zal ik maar zeggen. En dan moet je eens een keer op je hoofd gaan krabben van, what's going on? En dat gebeurt ook vaak, alleen gaat dat vaak gepaard met een klein crisisje. Ja. Zo'n burn-outje, een hartaanval, een scheiding, een depressietje. Oké. Dus je zou ook wel kunnen zeggen dat daarom vaak mensen pas tot deze vraag komen, of dit onderzoek komen, als ze de ouders zijn. Ja, vaak wel. Hoewel er uitzonderingen zijn natuurlijk. Ja. Dat denk ik, ja.
En daar is ook op zich dus helemaal niks tegen. Ik hou er ook wel van als mensen gewoon een min of meer zelfstandig bestaan kunnen handhaven. Daar vind ik niks mis mee. Nee, je zou kunnen zeggen dat er blijkbaar een soort evolutie is dat mensen eerst zich identificeren. Ik ben ik moet ergens komen, ik moet succes hebben, ik moet gelukkig worden, ik moet werken, mm-hmm. ik moet ploeteren. Ik moet ergens komen, ik moet iemand zijn. Ja. Voordat mensen willen weten hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. Ja, of dat er in ieder geval een crisis ontstaat. Want ik bedoel, ja. laten we zeggen dat als er 100 mensen depressief raken, dan gaan er daarvan niet 100 op zoek naar waarheid of whatever. Nee. De meeste willen gewoon weer zich goed voelen. Ja. En fair enough, hè? Ik bedoel dat niet als een moreel oordeel, die heb ik niet. Maar bij sommigen zie je dat er zoiets is van, oh wacht even, dit kon wel eens een signaal zijn dat het roer om moet. En niet dat ik weer zo snel mogelijk terug naar de kudde moet om weer door te ploeteren zoals voorheen. En wat ik ook al zei, ik zie ook af en toe mensen die net in de 20 zijn. En die al zoiets hebben van, oh wacht even, in welke fuik ben ik aan het belanden en werkt dit wel? Omdat sommigen wakker genoeg zijn om zich heen te kijken en allerlei mensen zien die alles hebben, maar gewoon zich niet vervuld of zelfs ronduit ongelukkig voelen. Of ze de hele dag moeten zuipen of pillen moeten slikken om to get through the day. Weet je wel, er wordt nogal wat legaal en illegaal pillen verhandeld in dit land. En dan beweren we nog dat we allemaal, weet ik veel, een 7 werd er gescoord op een of andere geluksschaal. Ja, nou, voor zover hoe dat betrouwbaar is. Maar goed, ja, als je je pillen net op hebt, wel, ja. En dan zijn er sommige mensen die een transformatie ondergaan, al of niet spontaan, mm-hmm. na een jarenlang ploeteren, mm-hmm. en een transformatie ondergaan waarbij ze de complete illusie van de zoektocht zien. Yes. En waarbij ze ook de complete illusie zien dat ze dachten een persoon te zijn die ergens gaat komen. Yes. En dat is een van de dingen die Advaita of non-duality probeert te beschrijven. Aan de andere kant is het onmogelijk daar een methode voor te bedenken of een geloof van te maken. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dus niet, het werkt niet eens. In feite vraagt mensen dan, denk ik, om niet ergens in te gaan geloven, maar juist te onderzoeken. Is dit inderdaad een illusie? Ja, inderdaad, ja. We willen dat mensen het ontdekken en niet gaan geloven. Als het goed is, zijn Advaita-lui, zou ik maar zeggen, niet een kerk aan het stichten. Hoewel ik heel veel trekken zie bij mensen die proberen van non-dualiteit, nu het ook een soort verzamelnaam voor van alles en nog wat aan het worden is, er toch een geloof uit te persen. Dan geloven ze niet meer in God, maar ze hebben gewoon God vervangen voor bewustzijn. Ik hoorde laatst iemand letterlijk zeggen van ja, bewustzijn is alomtegenwoordig. Dat is een beschrijving van God. En het is niet per se onwaar, maar ik heb een hekel aan die link die daar gemaakt wordt. Want dan gaat het iets worden van weer van ik hier en bewustzijn is dan ergens anders. En dat moet mij dan gaan redden of... Nee, het gaat je niet redden. Basically, het gaat je vernietigen. It's basically a suicide mission. Ja. Weet je wel, je wordt niet gered. Alles wordt juist uit handen genomen en dat blijkt bevrijdend te zijn. Maar in dat proces dat alles uit je handen getrokken wordt, vooral door je weerstand en je angst, zit je met bloedende klauwen, meestal. Sommigen niet. Ik sprak laatst met een dame en ja, die is daar gewoon rustig aan ingegleden, zou ik maar zeggen. Maar bij de meesten is het een behoorlijke commotie. Dus alles waar je in geloofde, wat je meende dat waar was, onwaar blijkt. En je krijgt niet terug van dit is wel waar. Want het is niet van een handeltje van nou, ik lever een slechte waarheid in voor een betere. Nee, alles waar ik in geloofde was gewoon onwaar. Punt. En zelfs kan je dan nog zeggen
dat waar je ook maar in gelooft, als een alternatief is ook niet waar. Exact. En dat betekent dat je, of als je dat tegenkomt, heel hard kunt wegrennen en kunt zeggen, ik ga drinken, suiker, pillen, sure. Of ik word boeddhist of moslim of iets anders. Ja, iets wat lang duurt. Ja. Of je zegt, als dit is zoals de werkelijkheid is, dan wil ik, moet ik, kan ik dat onderzoeken. Zonder de illusie dat ik daar, dat ik ergens uit ga komen of dat ik iets ga bereiken. Mm-hmm. Maar het linken hieraan is dat verlichting natuurlijk al sinds de jaren 70 en de Beatles en de Maharishi Mahesh Yogi boven de wereld hangt als een soort alternatief voor de hemel. Ja, exact. En dus je ziet mensen streven naar bevrijding of naar verlichting op precies dezelfde manier als ze dat doen binnen de kerk. En tegelijkertijd, als ze goed luisteren, dan zijn de mensen waarvan je kunt zeggen, hé, die zijn verlicht, die zeggen, het is het totale oplossen, het totale verdwijnen van alles. Het is het totale eindiging. Van de illusies. Er komen geen illusies meer bij. Nee, zeker niet. En zeker niet ingeruild dus voor een hele prettige illusie. Nee. Dus mensen vragen dan wel eens van of ik dan gelukkig ben. En daar heb ik geen antwoord op, want de term gelukkig zijn slaat nergens op. Hmm. Want ik voel geen dualiteit met ongelukkig zijn. Ik ervaar gewoon dat het is zoals het is. Dat klinkt heel stom. Maar ik vind het gewoon oké. Dus als hier spanning gevoeld moet worden, dan is dat het. En als het blijdschap is, is dat het. Ze gaan allebei weer over. I don't care that much. Hmm. En tegelijkertijd zou ik kunnen zeggen, als ik me dualistisch uitdruk, er is constant een soort grondtoon van compleetheid die een lichte glimlach op het gelaat tovert. Niet een schaterlach. Geen hysterisch gedoe, maar gewoon, oké. Het is oké. Het is niet om over naar huis te schrijven, maar het is, alles is in orde. Want de bevrijding, als je dat woord wil gebruiken, is van het mechanisme, ik voel me goed of ik voel me niet goed. Yes, exact. Of überhaupt, er is een ik die een ervaring heeft. Yes. En ik kan nu tevreden zijn, want ik heb nu iets, ik voel me nu gelukkig. Het is dus niet een bevrijding voor jou, maar van jou. Ja. Jij wordt eruit gehaald. Ja. Ik was het probleem. Verder was er geen probleem. Ik was de illusie, niet de wereld of iets externs. Ja. Ik. En dan is er die vraag, die niet te beantwoorden is, denk ik. waarom hebben bepaalde mensen, want die ga je ze nog als individu benoemen natuurlijk, maar goed, dat doen we maar even. Ja, dat is voor het gemak. Waarom hebben bepaalde mensen dat opeens of langzaam door? Dat is onbeantwoord. Nee, dat is heel makkelijk te beantwoorden. Net zo goed als sommige mensen aanleg hebben om klassiek te zingen. Ja. En anderen niet. Daar zit er een. Die had dat. Dat zat erop. Ja. Nou, zo zitten sommige dingen erop. Anderen hebben talent om bushokjes in elkaar te trappen. Ik heb daar weinig mee. Ja. Snowboarden ook niet. Maar een beetje praten over dit soort dingen en af en toe een muziekje maken, dat zat er wel op. En dan is de vraag, als mensen intuïtief voelen of zien dat er die illusie is, waar ze zich niet van kunnen bevrijden. Ze kunnen niet op een knop drukken en zeggen, nou, nee. Neem mij nu voor om diep te beseffen dat ik geen zelf ben. Ja, waardoor ze dus kunnen ontdekken dat ze geen vrije wil hebben. Dat zou al leerzaam zijn. Ja. Want als ze die wel hadden, dan wil je jezelf toch gewoon gelukkig of verlicht. Of als je een vrije wil had, dan was je leven toch veel toffer dan dat het feitelijk is. Ja. Dan was je de coolste man of vrouw die er rondloopt. Toch? Ja. Ik zou veel wijzer zijn. Ja.
als ik het voor het zeggen had. En als mensen ontdekken, wacht even, als het waar is, als het werkelijkheid is dat dat zelf niet bestaat en dat dat hele zoekmechanisme de bron van het lijden is, dan wil ik daar nu mee stoppen. Dat werkt niet. Nee, op een enkeling na, hè, want het universum is raar. Er zijn er ongetwijfeld die zo'n moment hebben en die draaien zich om en klaar en hun hele leven is in 1 seconde veranderd. Wat overigens theoretisch bij iedereen kan. Ja. Op allerlei levels. Hè? Dus ik zeg wel eens voor de grap, als hier iemand komt, van, dan zeggen ze, ja, ik zou een ander leven willen. Ik zeg, oh, dat is heel makkelijk. Je stapt daar in je auto en je gaat niet naar huis. En je gaat niet bedenken waar je wel heen gaat, just drive. Totdat je tank leeg is en dan stap je uit en you walk. En je gaat gewoon kijken wat er gebeuren wil, als een blad in de wind. Dan heb je een radicaal ander leven. Niet per se verlichting, maar radicaal anders. En je zou wel eens kunnen gaan ontdekken dan wat je eigenlijk bent. Gewoon als organisme, als mens. En dat is misschien leuker of minder leuk dan je bedacht had. Maar je bent in 1 klap, in 1 seconde kun je beslissen, theoretisch, om een radicaal ander leven te hebben. Iedereen gaat naar huis. En wat je ook daarnet... ja. Ja. Dus ze zeggen dat ze willen veranderen. No, you don't. En daarom zei je ook dat vaak een crisis... Ja, dat is helpend soms. Een crisis nodig is. Ja. Yeah. Pas als je werkelijk doorhebt dat je in de gevangenis zit, kan er een virus ontstaan om uit te willen breken. Als jij nog denkt dat je je gevangeniscel anders in moet richten en dat het wel gaat, of dat je met andere inmates moet gaan samenwonen, en misschien een andere gevangenismeditatie doen, dan blijf je binnen zitten. En dan ga je nog meer je best doen, of op een andere manier je best doen, om vanuit hetzelfde illusoire geloof een ander resultaat te bereiken. En die gevangenis, dat noemen wij de persoon. Hè? Ja, zeker. Zeker. En die afgescheidenheid van ik en jij, ik en de wereld, mens en natuur, lichaam en geest. Alles knippen we op in tweeën of in drieën. Terwijl ik zeg altijd maar van, of ik vraag wel eens aan mensen, ben jij ooit opgedoken zonder omgeving? Waar is die afgescheidenheid? Zodra het gevoel dat je bestaat er is, is er op zijn minst een kamer. Vaak zijn er ook zomaar ineens andere mensen. Dat ontstaat in 1 beweging. Het is niet 2. Dus ik snap werkelijk niet hoe mensen dat afgescheiden denken voor elkaar krijgen. Zelfs ieders eerste eigen ervaring spreekt het tegen. Nou, dat is misschien omdat het rationele denken in de menselijke evolutie de overhand heeft gekregen. Ja, sure. Nee, in die zin snap ik het wel. Maar gewoon puur als ervaring, right here, right now, ik kan mij niet losmaken van deze omgeving of überhaupt van omgeving. Ik kan uit deze kamer weglopen, maar er is altijd ook een omgeving. Right? Dat verschijnt tegelijkertijd. En toch zeg ik en het huis, alsof het 2 totaal verschillende dingen zijn. Dat is gewoon raar. Er is zelfs het zien in bewustzijn, en dat is iets heel vreemds, dat als dat bewustzijn helemaal open is, en er is daar dat huis, of die boom, of die stoel, en er is hier, lijkt er niet te zijn, dat dat hele concept wegvalt, maar niet het concept alleen wegvalt, maar dat de hele energie ervan wegvalt. Yes, zeker. En dat er opeens een besef is, die stoel die ik zie, of jou die ik hier zie, alles valt stil. Yes. En dat is iets waar het denken niet bij kan. Dat ik merk voor mezelf, als dat zeg maar gebeurt, en het denken probeert er iets van te vinden, dat het onmiddellijk eigenlijk de gordijnen dicht doet. Sure. En dat is niet zo gek, want denken kan alleen categoriseren en dingen tegenover elkaar zetten. Ja. En dat is heel handig. Alleen het is niet waar. Dus denken kan in die zin niks met waarheid. Je kunt een heel eind komen met denken. En dan, ja, dat klinkt ook weer zo raar, maar dan moet je als het ware over het randje de afgrond instappen. En dan kan die ervaring, die stilte, hoe je het wil noemen, zo sterk worden dat zelfs dat wat wordt waargenomen wegvalt. Dus niet alleen van, er is geen, ik kijk naar iets,
maar er is het zien of beleven van. Het is al onpersoonlijk geworden, maar zelfs de indruk van een boom of whatever, alles kan op zwart gaan, terwijl het toch gewoon een heel helder gewaarzijn is. Maar niet meer van een iemand of een iets. Dus, naar de hand kun je daar dan weer over nadenken. En toen dat een aantal keer gebeurde, dit soort rariteiten, had ik zoiets van, oh ja, die hele ik en die wereld, dat is afhankelijk van een trilling in de mind. Zolang die nog beweegt, zijn er objecten waar te nemen en zogenaamd te onderscheiden dingen. Maar als dat echt stilvalt, it's all gone. Dus dat hele gebeuren, ik en de wereld, is een product van de onrust, zou je kunnen zeggen, in die mind. Zodra het stil wordt, is het weg. En mensen beschrijven, als ze dat proberen te beschrijven, want wat jij beschrijft, zijn mensen die dat blijkbaar onder invloed van psychedelica ook, zeg maar, ervaren. Die beschrijven dan dat als eenheidservaring. En die beschrijven ook van, ja, toen ervoer, dan zeggen ze wel weer het woordje ik vaak. Ja, krijg. Tuurlijk. Ja, maar dat is gewoon taal ook. Dat is gewoon taal. Ja. Dan zeg je, ja, maar toen ervoer ik hoe de werkelijkheid eigenlijk is. Sure. En wat ik soms hoor of denk te zien, is dat mensen in plaats van door een crisis, soms ook onder invloed van psychedelica, tot die zeker radicale transformatie. Of door uitputting of door een ongeluk. Ja. Ik ken een jongen die ging met de motor met weet ik veel hoeveel 120 de bocht uit. En toen kwamen er een serie inzichten en zijn leven is radicaal veranderd. Of de bijna doodservaring. Yeah, sure. Ja. Hoewel daar weer vaak, dat is het risico van allerlei ervaringen, na de hand van alles mee gedaan wordt, waardoor ja, misschien die openbaring, als je het zo wil noemen, nadeliger is dan hem niet te hebben. Het wordt weer een ervaring. Ja, plus van, wat doe je er daarna mee? Van, wat ik veel gezien heb, is dat mensen daarna het gewone leven zo bleak, zo saai vinden. Dat ze of heel depressief ervan worden, of dat de rest van hun leven alleen een zoektocht is naar een herhaling van de ervaring. En niet eens de ervaring aan zich, maar de verwording ervan tot herinnering, waardoor dus, waarin er van alles mee uitgehaald wordt. En dan kan er een ervaring van een lichtflits zijn en dan wordt het Jezus. Funny. Als iemand zo'n ervaring heeft in India, dan is het Krishna. Dus er komen allerlei culturele imprints, die gaan er doorheen lopen. Dat is heel tricky. Dus dan gaat een blik, een glimp, vermengd worden met allerlei geloofsstructuren. Waardoor je helemaal niet meer weet wat wat is. En het wordt weer een streven. Want ja, sure. Mensen, als ze zo'n, laten we zeggen, zo'n extatische ervaring hebben. Wat je zei, een ongeluk of een bijna doodservaring of psychedelica of wat dan ook. Dat het gevaar is dat je daar naar terug wilt. Ja, het is zeker. Ja. En je kunt een hele hoop dingen opwekken door rare ademhalingstechnieken. Ik heb vroeger heel veel energiewerk gedaan. Dat kan allerlei energieën vrijmaken. En bij van alles en nog wat kun je gaan denken, dit is het. Nou ja, er is gewoon een heel lullig iets. Als het een begin, midden en eind heeft, dan is het het niet. Dat was wat ik ervan leerde, van al die rare ervaringen en geweldige ervaringen. Super te gek, weet je wel. Maar het zijn piekervaringen en verlichting is niet een permanente piekervaring. Het is juist het doorzien van dat dit het ook niet is. En heel erg down zijn is net zo'n intense ervaring als heel erg high zijn, op wat voor manier dan ook. Maar het zijn allebei waarnemingen. Dus wat ervan geleerd moest worden, naar mijn smaak, was te zien van, oh ja, dit is de scope van menselijk ervaringsbandbreedte, totale depressie, suicidale, weet je wel, tot aan, oh man, ik heb niet God gezien, ik ben het, man, weet je wel, echt wel. En alles wat daartussen zit, weet je wel, dat is gewoon een bandbreedte waar je naar zit te kijken. It's over there, it's Netflix. Dat was het inzicht, dat was de bevrijding voor mij, niet die ervaringen aan zich. Want ik had intuïtief of zo, heel erg zoiets van, oeh, dit is tricky. En dan krijg je allerlei lui om je heen die allemaal gaan, oh, geweldig en ontzag en weet ik veel wat. Want ik had het de ene dag na de andere.
En iets anders gelukkig, en dat is niet mijn verdienste, maar dat zat in mijn systeem. Daar had zoiets van, iets vond hij lekker, mijn ego vond het fantastisch, want ik was ineens speciaal, weet je wel. En iets anders had zoiets van, oh my god, dit is levensgevaarlijk. En dat zie je ook, wat religie doet. Die gaat, blijkbaar is er dus in mensen een heel sterk verlangen naar een autoriteitsfiguur die verlicht is, of die de paus is, of die Jezus is, of ja, wie dan ook. Die weet het. En die is voorbeeld, die moet vereerd worden. Ja. En ja, voordat je het weet, zit je in de dualiteit. Uiteraard. Want daar is de persoon die geen persoon meer is en die verlicht is. En hier is de niet verlichte persoon en die probeert daar te komen. Mm-hmm. En dat is blijkbaar wat we steeds doen. Dus verlichte personen die... Nou zeg ik het fout. De mensen die in de historie als, zeg maar, als verlicht of als meester betiteld zijn, die zijn natuurlijk op een troon gezet. Ja, en hebben zich daar ook op laten zetten vaak. Ja. Wat een beetje verdacht is. Ja. Ja, soms konden ze dat zo zeggen, bijvoorbeeld de mensen, misschien de Boeddha, weet ik niet of hij, ik was er niet bij. Nee, ja, dat is soms moeilijk. Maar ja, in ieder geval de neiging om, zeker nadat iemand gestorven is, want dan kan je er nog meer mythologiseren. Om die op de troon te zetten en vervolgens, nou, dat is de grote verlichter, de grote leraar. En ik ga nu als nederige dienaar of zoeker proberen naar te komen. Mm-hmm. Ja, zo gaat dat. Wat dus weer duidelijk maakt van hoe kinderlijk wij in elkaar zitten. Dus ik vind het uitstekend om iemand als inspirator te ervaren. Maar zodra ik moet gaan dienen, klopt er iets niet. Als, in mijn beleving, een leraar die hoort jou te dienen. Op zijn minst voor dat uur of die bijeenkomst of whatever dat je bij elkaar bent. Om zo aanwezig mogelijk te zijn, zo helder mogelijk te zijn. En verder gewoon een straight deal. Van het kost zoveel en verder niks. Niet mijn schoenen poetsen of andere rare dingen, weet je wel, want anders wordt het heel onfris. En ik heb 9 jaar zo'n centrum gehad en gaandeweg dat drukker werd en groter werd, heb ik ook wel eens beschreven in een van mijn boekjes, werd ik steeds bijzonderder en daar had ik weer op een gegeven moment zoiets van, oh my god, dit gaat helemaal zichzelf in de staart bijten, weet je wel, er gaat een cultus ontstaan. Dus was het uiteindelijk een gevolg van kappen met die hele handel. En nou zijn er gewoon open bijeenkomsten, individuele mogelijkheden, maar geen vaste plek, geen pelgrimsoord, geen altaar. Ik vind het gewoon levensgevaarlijk. Het is gewoon ontzettend eng. Zowel voor de leerling als voor de voorzitter, zou ik maar zeggen. Ze zijn leraren zoals Krishnamurti die dat spel doorzien hebben. En dan komt er dat lastige. Heeft de leraar een functie? Dat is één vraag. En is er een vorm waarin een leraar... de gevaren van verheerlijking meer aanwakkert of juist niet aanwakkert. Ik heb daar geen antwoord op. Intuïtief voel ik wel dat iemand die communiceert vanuit als die vrije staat van bewustzijn, ik geef er even maar een woord aan, dat die andere mensen kan dienen, wat je zelf ook zei. Ja, dienen, ja. Ja. Hoe dient zo iemand andere mensen? Nou, punt 1, door alleen te spreken met degene die vanzelf komen. En op een individueel level door te kijken wat er op dat moment nodig is of aan de hand is. Dus niet
een of andere algemene leer proberen erin te rammen. Het gaat om, het zijn ontmoetingen. Satsang is een ontmoeting met een groep. Dus dan is er een groepsenergie. Dus eigenlijk is het altijd een ontmoeting met een energieveld, zou je kunnen zeggen. En dat totale energieveld, waar ik dan deel van uitmaak, dat bepaalt waar het over gaat, niet ik. Ja, prijs gewonnen. Ik heb dat soms zelfs als ik in de bioscoop zit, dan denk ik, oh shit, ik had er maar niet aan doen. Dat is toch leuk. Ja, is meer zo. Staat die voor jou ook uit? Nee, die staat. Die staat hier. Je bent slimmer. Gewoon erin laten, dat is leuk. Dat is leven. Dus waarbij, als jij... Als die groep is, jij bent daar, en er is satsang, ja, dan gebeurt er iets. Ja, en dat gebeurt dus allemaal vanzelf. En ik heb geen doel, ik ben niet op een resultaat uit, er is gewoon een spontane interactie. En wat daarvan komt, ja, dat zien we dan wel weer. En dat is iets heel anders dan iemand die ergens gaat zitten met een groep mensen die een verborgen agenda of een openbare agenda heeft. Om zoveel mogelijk zieltjes te winnen of om zoveel mogelijk geld bij elkaar te harken. Of een leger van revolutionairen wil kweken omdat hij de wereld gaat redden. Of al dat soort megalomane waanzin. Weet je wel, ik denk dat we moeten leren van waar het misgegaan is. En overhouden wat het nuttige ervan is. Weet je wel, ik ben blij dat ik een aantal mensen in mijn leven ontmoet heb. Een kunstenaar bijvoorbeeld. En mijn energieleraar. Die bereid waren mij te verdragen. En een aantal dingen aan te reiken. En me waar nodig op mijn donder te geven. En waar nodig uit de modder te trekken. Maar wel constant met het idee dat ik op mijn eigen poten ging staan. En niet dat ik als een mak schaap achter ze aan bleef lopen. En ze vonden het wel leuk toen met dat energiewerk dat ik daar als docent zou gaan werken. Maar toen bleek naderhand dat ik dat niet op mijn manier kon doen. Oké, dan zien we de beperkingen van een organisatie en dan ben ik weg. Want ik laat me niet vertellen hoe ik moet zijn. Ik laat me wel inspireren, maar jij bent mijn baas niet en ik ben niemands baas. Weet je wel, dus dat er een soort van ongelijkheid zit aanvankelijk. Ja, sure. Want over die... Dit hele kleine stukje van awareness en hoe de mind werkt, weet ik meer dan heel veel mensen. Maar op een heleboel andere terreinen weet ik minder. Als het over websites en computers gaat, vraag ik het aan Kasia. Of het ontwerp van een boek. Ik kan beter een boek schrijven dan zij, maar zij kan het beter vormgeven. Dus dan is zij mijn guru op van hoe het eruit moet zien en dat soort dingen, snap je? Maar als jij gaat denken dat je Superman bent of iets dergelijks, of dat je verheven bent boven anderen, dat iedereen jou moet dienen en dat jij alles gaat controleren. Ik ben laatst wat boeken aan het lezen van André van der Braak, die schrijft over zijn periode bij Andrew Cohen. En het bijna fascistische regime wat daar heerst. Weet je wel, het is gewoon pervers, het is heel triest. Maar die dingen gebeuren, maar die gebeuren niet alleen in dat geval dankzij Andrew. Maar ook de androids, zoals ze genoemd werden, wat een schitterende term is. En heel veel volgelingen zijn androids. Ze gaan kopiëren, ze schorten hun kritisch vermogen op, ze verpesten hun eigen intuïtie. Omdat ze zo'n kinderlijke behoefte hebben aan een super Sinterklaas, die altijd alles goed doet. Dat bestaat niet. Wake up. Krishnamurti was geweldig in zijn denken, maar ook een rare eikel. Ik kon een half uur doen om een stropdas uit te kiezen. Dat lijkt me wel lang voor een intelligente kerel. Weet je wel? Ja. Dus ook die had rare trekjes. Dat is dus het idee... Dat is juist mooi. Het idee dat een leraar is pas een echte verlichte. Hè? Als hij perfect is of heilig is. Ja, er zijn geen heiligen. Er is geen perfectie. En wie weet wat heilig is en wie weet wat perfect is. Right. Dus voordat je het weet zit je in een systeem. Yes. Denk jij dat er voor de traditionele rol van de leraar, meester, guru
veel toekomst is. Ja, ik denk het wel, want mensen zijn kennelijk. En wat voor vorm dat dan aanneemt, dat weet ik niet. Maar mensen zijn kennelijk en die kijk ook in het politieke landschap steeds meer nationalistische trekjes. En daar hoort meestal bij de roep om een sterke leider. Want het leven is complex en we zijn in de war. En dus dan moet Jantje of Pietje of Trusje, die weet het allemaal en die gaat ons redden. Dat messianistische denken, dat zit in ons. En dat hoort erbij als we rondlopen als 12-jarigen. I get that. Nou, degene die op zijn minst een volwassen mens wordt, die kan zich dus wel laten inspireren. En die kan iets leren van een ander. Maar die gaat die ander niet verabsoluteren of op een voetstuk zetten. Dat is vreselijk, want daarmee, degene die je op het voetstuk zet, die isoleer je ook meteen. Dualiteit. Ja, dat is terrible. Maar het is heel lastig, blijkbaar, om daar doorheen te komen. Ik ben blij dat ik daarin meegemaakt heb, toen op dat centrum waar ik leerde. Daarna op het centrum wat ik zelf had. Van wat daar de gevaren van zijn. En als je voor waarheid gaat, dan voel je ook wanneer je iets moet opgeven. Van dit gaat tegen zich, tegen mij keren, maar ook tegen de mensen die daar komen. Ik wil mijn liedje zingen, maar ik wil niet volgelingen hebben. Want als ik een ander volg, dan loop ik mijn eigen weg niet. So, that is pretty simple. Maar ik kan wel geïnspireerd raken. Ik speel geen Bowie-liedjes, maar in mijn muziek zitten trekjes van Bowianisme. Of van Nick Cavianisme, of Inoïsme, of Klaus Schulzisme. Maar ik ga het niet namaken. Ik ben hun niet. Als we even teruggaan naar de satsang, hè? Is maar een woord. Jij bent met mensen. Daar is een energieveld, hoe je het ook wil noemen. En mensen komen daar soms met een verwachting. Ja, meestal denk ik. En ik denk dat je al heel snel zegt, ja, wat je ook verwacht. Sorry. Ja. Het gaat er juist om. En toch zijn er mensen die, als ze van iemand zoals jij, noem ik het maar, horen of zien, dat ze iets herkennen. Sommigen, anderen die vinden me een vreselijke arrogante kwal. Dus die zetten gauw die video uit, een duimpje naar beneden of een of ander tekstje. En daar heb je verder geen last meer van. Ja, nee, precies. Nee. Als je nou, want jij doet dit, jij spreekt. Ja, schijnbaar. En daar is het mogelijk dat door dat je zo bij elkaar zit, iemand opeens iets door gaat krijgen. Niet omdat hij opeens jou gaat geloven, of omdat hij jouw boekjes heeft gelezen, of omdat hij opeens van mening is veranderd. Maar dat magische, het lijkt er ergens een moment te zijn dat er ergens een schakelaar omgaat. Lijkt zo te zijn. Dat moet jij zien gebeuren. Soms. Niet altijd. Soms, kijk, als er 40 man in een zaal zit, dan kan ik niet van iedereen precies zien. Maar ik voel wel van hoe de totale energie is. En soms is het heel evident dat er iets gebeurt. Maar soms hoor ik naar de hand dat een handgebaar iets deed. Of een tussenzin halverwege een grap. Dus wat ik al snel in de gaten had, van dat die stukjes waarvan ik dacht dat het hele heldere stukjes waren, of dat ik echt heel wijs uit de hoek kwam, dat die geen enkele impact hadden, terwijl een of ander dom grapje of een terloopse opmerking net voor diegene, wat ze in de zen noemen, kerende woorden waren. Ja, en het leuke daarbij is van dat je dus nooit weet wanneer dat gebeurt. Je kunt dat niet sturen, je kunt dat niet plannen. En daar is ook juist het leuke of bijna het muzikale eraan. Er zijn gewoon toevalligheden, klanken die bij elkaar komen of op elkaar botsen. En dat doet iets. Ja. Dat vind ik ook het leuke eraan. Dus kan ik ook nooit roepen van dat deed ik. Ik deed dat niet, die ander deed dat niet, de groep deed het niet. Maar in die totale samenhang kan iets gebeuren.
wat voor mij als een mokkerslag binnenkwam, is dat tijd werkelijk niet bestaat. Dat was toen ik daarvoor had ik conceptuele ideeën van ja, nee, tijd bestaat eigenlijk niet, er is alleen het nu. En dat voelde heel intuïtief, voelde het heel juist, maar ook in mijn mind, ja, natuurlijk is alleen het nu, want het verleden is alleen in je hoofd, de toekomst ook. Mm-hmm. Dus dat kon ik met mijn denken al heel goed beredeneren. Tegelijkertijd besefte ik het, dat ik het niet helemaal besefte. Ja. En toen, ergens, er kwam een moment, ik weet niet eens precies meer wanneer, dat was geloof ik vorig jaar, dat het tot me doordrong, diep tot me doordrong, dat er echt geen tijd is. En dat er dus echt alleen maar is wat er is. En dat er nooit een morgen zal zijn. Mm-hmm. En dat er nooit een gisteren was. En dat echt dit alles is wat er is. En dat dat tegelijkertijd tijdloos en oneindig is. En dat besef ervan, dat maakte me ontstellend, ja, nou zeg ik het een beetje conventioneel, ontstellend blij. Omdat die illusie van tijd zoals een anker altijd om me heen had gegaan. Ja, dan heb je weer zo'n aspect. Dus, en dat besef kan je ook, het mooie daarvan is, dat heeft niets met denken te maken, gaat volledig voorbij het denken. En dat dringt tot je door, lijkt het, hè, dat drukt op je, of dat sijpelt in je door en dat zakt in je tenen. En dan realiseer je ook, dit kan ik nooit echt meer vergeten. Mm-hmm. Right. Het wil niet zeggen dat ik niet soms af en toe nog denk in tijd. Natuurlijk. Van, oh jee, ik moet morgen, moet ik dan en dan daar en daar zijn. En dat ik me nu er zenuwachtig over maak dat ik morgen iets moet gaan doen. Dat is niet wat ik bedoel. En ik kan ook nog wel op andere manieren over tijd nadenken. Maar heel snel denk ik, oh jee, dit is totaal onnodig wat ik nu aan het doen ben. Hoeft helemaal niet. En dan, los dat gewoon op. Is het gewoon weg. Ja. Dus dat lijkt het zo. Is dat voor jou ook zo? Dat je, of ja, voor jou zo. Niet zo. Zo vergelijkerig. Zoals ik het wel eens uitdruk, inderdaad. Van, en dan heb ik het wat minder met tijd, maar meer in de zin van er is alleen maar hier. Ja. Ik ben altijd hier. Ja. En oude hieren. Die doen niet ter zake, de volgende ook niet. Ja. Dus een effect daarvan is dat je je beleving heel erg zonder verleden is. Niet dat je het niet meer weet, maar er zit geen lading op, het betekent eigenlijk niks. Alsof je het gelezen hebt ergens. Ja, ik had het er straks over van dat ik depressief was geweest. Daar voel ik dus net zo veel bij als dat het klinkt. Nou, ik voel er namelijk niks bij. Hmm. Ik vertel het gewoon omdat er nou gevraagd wordt en in een context heeft dat dan informatiewaarde of whatever. Dat betekent ook niks meer. Hè? Voilà. Nee. En depressief worden of gaan worden is dus ook totaal uitgesloten als er alleen maar hier is. Want je hebt voor een depressie tijd nodig. Ja. Weet je, en ook zo. Ja, uiteraard, zeker. Dat hangt samen. Ja. En je hebt denken nodig. En als je geen gevoel meer hebt van een toekomst, kan je ook niet depressief of hoopvol zijn. Het slaat gewoon nergens op. Dit is al compleet. Wat moet daarbij of af, weet je wel? Dus